Er zijn nog wat andere vragen binnengekomen, Maarten, of je al last hebt van de stakingen op verschillende plekken, onder andere bij de afvalverwerking. Ja, ik heb mijn vuilniszakken weer naar binnen moeten halen. Want dit is ook een die had ik buiten gezet, dat moet hier maandagavond. Ja, de volgende dag stonden ze er nog. Ik had het kunnen weten, maar ja, het is een soort automatisme. Dus dan heb ik ze weer naar binnen gehaald. Vind je staken maar goed? Maar ik liep door de burgemeester Rijkenstraat en er lagen enorme hopen rotzooi. Er wordt nog een hele opruimerij na een week, dat kan ik je wel vertellen. Ja, het stakingsrecht is een vanzelfsprekend recht naar mijn idee. En ik ben ervan overtuigd dat er niet zomaar voor de lol gestaakt wordt. Nee, dat denk ik niet. Omdat dit is ook weer typisch een sector waar waarschijnlijk belazend betaald wordt. In het OV ook weer, hè? Komende week? Ja, ik gebruik het OV niet meer. Ik ben te oud voor het OV. Hmm. Heb je zelf ooit gestaakt? Nee hoor, ik heb nog wel eens, ik weet niet wanneer dat was, hoopte ik dat de studenten dat die de universiteit zouden bezetten. Dat was in de tijd, hadden de studenten die hadden Tilburg, de Tilburgse universiteit bezet. En die was toen ook omgedoopt in Karl Marx Universiteit, wat al erg op onze legspieren werkte natuurlijk. Katholieke Universiteit Tilburg, zie de afkorting. En toen hoopten wij wel als jonge medewerkers dat Utrecht ook zou worden bezet en dat wij langdurig dan bijvoorbeeld de Vladimir Lenin Universiteit zouden zijn en dat we gewoon rustig thuis konden gaan zitten. Ja, daar hebben we wel spottend over gesproken in die tijd. We hadden allemaal een beetje poppenkast van die studenten, moet ik je zeggen. Maar nooit gestaakt? Ik heb zelf nooit gestaakt. Ik heb ook, zoals je weet, nooit gedemonstreerd. Daar waren mijn kennissen wel in de jaren 60 al verontwaardigd over. Want die demonstreerden regelmatig tegen het wereldleed. Maar ja, ik heb er nooit het nut van ingezien. Dat je dan met z'n 200, vooral op zo'n dag als deze, door de Utrechtse binnenstad moest lopen en scanderen over het gruwelijke misbruik van de politie